Jansen Band en dit is Rick DeVito. Rick, jij hebt al een heleboel singles gemaakt, maar er is nooit eigenlijk eentje een flinke hit geworden. En nou heb je gezegd, dat is me goed ook, want anders ga ik toch alleen maar ten onder aan de seks, drugs en de rock'n'roll. Ja, er zit wat in, zit wat in. Zou het succes zo zwaar op je schouders rusten? Nou, je moet brede schouders hebben om de weelde te kunnen dragen. Ja. Of sterke schouders, hoe zit dat ook alweer? Maar je zou het wel willen, hè, een hit? Nou, de Tower of Babylon die ik nou uit heb, dat wordt natuurlijk een grandioos hit. Oh ja, ja. Hey, en ik heb jou wel eens zien optreden, maar dan valt het me altijd op dat je een beetje in een soort trance bent. Hoe bereid je je daarop voor? Nou, ik begin als ik wakker word, dan ik slaap altijd een uurtje eerder, of een uurtje langer. Dan laat ik mijn werkstel laat ik een ontbijtje klaarzetten. Mijn krantje erbij, een chudransje en zo. Dan neem ik twee rauwe eieren met een klein beetje sherry. Lekker. En dan om een uur of vier, dan word ik voor een appel en een ei opgehaald door een busje. En dan ga ik met mijn oogkleppen inzitten. Steek mijn eerste blow op en dan gaat alles vanzelf. En krijg je daar dan ook zo'n rood oog? Je hebt een beetje rood oog, hoe komt dat? Nou, dat rode oog, ja. Ja, soms, ja. Iedereen kent het wel een beetje echtelijke ruzie. Pain in my gut, wat betekent dat? Om het zo even platvloers even kwijt te raken, dat is pijn in je donder. Pijn in je donder, weet je, in je hart. In je pijn. En waar komt dat door? Soms door. En soms door. Rick DeVito en Bent en Pain in My Gut. Hey!
Hij heeft een stem als een pakje check. Rick DeVito met zijn band live in Geen C te Hoog. De eerste volgende keer dat u ons kunt zien zal zijn op eerste kerstdag. Dan zijn wij er met een heuse kerstspecial. Met daarin onder andere Ronald Brautigam, Reetje Bijma, Adelheid Rozen, Frank Groothof, Rut Jacot en het jongenskoor van de Sint Bavo in Haarlem. Een half uurtje later dan anders. Eerste kerstdag, 9:55, Nederland 3.